De markt voor iedereen die een nieuwe baan zoekt, die informatie wil hebben over allerlei jobs, die een stageplek zoekt. Kortom, van alles wat, bijbaantjes, u kunt het zo gek niet bedenken. Wij gaan eens kijken hier vandaag in het Merlet College in Kuik. Loop maar mee. Naast de drie organiserende gemeenten, Land van Kuik, Gennep en Bergen, zijn er 55 deelnemende bedrijven en organisaties uit de regio. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat dit dan onze gastheer is, de directeur van het Merlet College. U bent? Ik ben Willem van de Kieboom, directeur van Merlet College en gastheer voor dit evenement. Ja. Ja. Hoe is het om zoveel mensen ineens hier in huis te hebben? Nou, kijk, wij zijn natuurlijk gewend om heel veel mensen in huis te hebben. Hè. Hier zitten 1100 leerlingen op school. Maar de mensen die hier nu zijn, dat zijn voor ons hele belangrijke partners, ook in de omgeving. Ook voor onze leerlingen. Dus toen wij ons gevraagd werd eigenlijk om dit te organiseren, zeiden wij meteen volmondig ja. Wij zien het belang voor het hele land van Kuik eigenlijk erin dat beroepen, mensen eigenlijk toegang hebben tot beroepen, connectie komen met bedrijven en ook hier in het land van Kuik kunnen blijven wonen. Eigenlijk hetzelfde zoals wij ook onze leerlingen via stages kennis laten maken met diezelfde bedrijven. Ja, en ik denk vooral doordat je het zo organiseert dat de drempel ook lager is om met elkaar het gesprek aan te gaan. Bakje koffie erbij, gewoon even man tot man, vrouw tot vrouw of man-vrouw. Maar in ieder geval het gesprek met elkaar aan te gaan en ook even ja, wat meer ontspanning te vinden en dan te kijken wat er mogelijk is. En ik denk dat dat de meerwaarde is van het Frisse Blik Festival. Ja. Overeenkomst die hier bijna iedereen heeft, zijn pennen. Kijk maar, ik heb werk.nl, BGN, SCT, buurtzorg. Ik pik er gewoon één uit. Walk. Wij gaan op zoek naar Walk en kijken wat die ons kunnen vertellen. Ja, gevonden, de firma Walk. Nou, en bij mij heb ik de heer... Ramon Dennissen. Raymond, wat voor bedrijf is Walk? Walk is een bedrijf wat werkt in een verspanende industrie. Wij maken tandwielen, kettingwielen, aandrijfmodules, tandwielkasten en noem het zo maar op. Dat is al een hele mond vol, maar wat doe je met al die tandwielen, draaiwielen en andere dingen? Nou, wij zijn te vinden onder andere in de verpakkingsindustrie, machine-industrie, ook een stukje medische industrie. En daarin maken we eigenlijk verschillende aandrijfobjecten. Zoals hier het wormwielsetje wat hier voor je staat. Dat wordt gemaakt voor een MRI-scan. In de koepel die om de patiënt heen draait, dat drijft dit aan. Aha, en dat wordt bij jullie bedrijf echt gemaakt of ja. Uitgevonden of alleen uitgevoerd? Ook een stukje geëngineerd natuurlijk. Specifiek wel naar klantwens. We hebben eigenlijk niks standaards. En alles maken wij op maat voor de klant. En vandaag staan jullie hier op deze banenmarkt of infomarkt. En wat hoop je dat er voor mensen komen vandaag bij jouw stand?
Nou, wij zoeken hier vooral verspanende mensen. Dat wil dus zeggen een stukje draaien, een stukje frezen. Ja, en ook in de vertandingstechniek wil je eigenlijk natuurlijk ook mensen hebben. Het tandwieletje maken, draaien, frezen kunnen meerdere mensen. Maar een stukje vertanding op een tandwiel maken, dat is een vak apart. Daarin hopen we eigenlijk ook enthousiaste mensen te vinden om zelf op te kunnen leiden tot vertandingstechnicus. Waar kunnen ze terecht? De mensen kunnen zich melden bij Walk Transmission & Gears in Heijen op de Grote Hezen. Onze informeel is www.info@walk.nl. En daar vind je meer informatie. Nou, en bij de start kun je lekker een hapje nemen. En natuurlijk, als je klaar bent met deze hele banenmarkt, dan kom je weer langs die kraam. Nou, jij bent bijna klaar met werken. Jouw collega's die staan al te popelen om het over te nemen. Hoe loopt dit vandaag hier? Ja, het gaat hartstikke goed en mensen vinden het allemaal super lekker. Dus ja, volgens mij valt het goed in de smaak. Ja. Jullie zijn van de Koning Willem 1 College. Die zit hier ook in Kuik? Ja, zeker. We zitten hier een klein stukje verderop zitten wij met de school. Ja. Ja. En hebben jullie dit echt als schoolproject vandaag? Ja, werd ons gewoon gevraagd of wij hier op onze vrije zaterdag mee wilden komen helpen. Dus, ja. En hoe wordt het gewaardeerd, die lekkere hapjes? Ja, iedereen is er super blij mee. Dus ja, volgens mij wordt het wel gewaardeerd. Heerlijk, dankjewel. Ja, graag gedaan. U ook bedankt. Wij gaan er vandoor. Dank jullie wel voor alle heerlijke hapjes. Maar mag ik er nog even voor een moment? Absoluut. Als je nog één pakken en ik zou zeggen ook dank voor het bezoek. Hartstikke leuk.